Hoor je dat? Iemand is weer de held van de zaak. Die heeft de bedrijfsprocessen geautomatiseerd met AVAS software. En daarmee werkt weer een organisatie leuker en succesvoller. Want als je alles in één softwareoplossing automatiseert, hou je tijd over voor echt belangrijke zaken. Dus maak je volgende slimme keuze op Avas.nl. Succes begint met AFAS! Radio meer Radio meer Podcast over FCM. En. Radio Meerdijk. Radio Meerdijk. Ja, daar zijn we weer uh, op de vroege ochtend. Uh, waarvoor dank, uh, Ernst Zulner. Uh, Goedemorgen. Uh, maar mooi dat je er bent, hoor. Uh, en William Pomp is er ook. Uh, fijn dat je bent. Pim Siegers, die is op vakantie. Dus die uh, komt over uh, twee weken. Zit, hij, geloof ik, uh, zit hij hier, geloof ik, weer. Oké. Okay, dus voor zijn fans. Uh, wees gerust. <laughs> um, een hoop vragen zijn binnengekomen van uh, van luisteraars Haast ik mooi zijn, we hartstikke blij mee. En hoop ook voor jou uh, Ernst. Oké. Okay. Uh, uh, Je hebt alle wedstrijden gezien denk ik nu toen uit en thuis. Uh, veel in de voorbereiding bij, dan nou, niet alles in de voorbereiding, maar, denk nee. ik, loop, ik, heb alles, ik heb niet alles. Ik heb niet alles bij Bieleveld mochten we niet bij zijn, maar had ik ook andere beslommeringen zo mooi deed. Ja. Voor de rest heb ik uh, heb ik alles gezien. Ja. Oké. Ja. En ja. Uh. Ja, ik, vond afgelopen, ik vond het allemaal zeer verfrissend, zeer leuk. Mm -hmm. Er gebeurde van alles. Ik moet wel zeggen dat ik afgelopen vrijdag de eerste helft mij een uh, beetje verveeld heb. Ja. Vond ik voor het eerst dat het wat minder was. Ja, ja, klopt. Maar de tweede helft uh, ging het weer uh, zoals voorheen. Ja. En uh, met veel enthousiasme. En toen hadden we eigenlijk over de streep moeten trekken. Niet gedaan, hè, ondanks uh, een natuurlijk een hele beste kans. Maar ja, uh, Helmond was wel een beetje een luizenploeg. En dat hadden we al gezien bij Kambuur uit. Ja, ja. dan winnen ze hem ook bij 1-0 met ditzelfde soort voetbal. Ja. En voor hetzelfde geldt, die gozer, die, uh, midden was, dacht, dacht ik, vrij trappen voor met die, ja, die, die vrije inkolten. kopkans. Ja ja, ja, ja. als die hem erin, knikt, en dan kan het ook maar uh, een, een stiekem een 0-1 zijn voor die jongens. Ja, ja. Maar we hadden wel meer verdiend. Zeker, zeker. Ja. Uh, volgens mij was het niet ook dat vorig jaar toen Grim al uh, ontslagen was, hè? Nou, dat, toen kwam de gerucht een beetje dat, dat Hofland dan ook op de tribune zat, dat zijn naam een beetje werd genoemd. Weet je dat nog? Ja, maar, dat, je er nog, ja, wel, maar daar, heb, daar heb ik toen ook over gehad. Hè? Dat was ja. toch anders. Ja. Het kan zijn dat het wel, maar ik, uh, ik ben uh, uh, toen hij zat bij was zat hij ook weer? Willem, um, wat, wat, ik heb Willem twee, hey, nee Willem twee, wel in Brahma, ik, heb, ik heb Willem bij twee want wij verzorgen voor Willem twee door de trainingskanten, okay, ja, ja. met allerlei materiaal en toen ben ik daar uh, ergens uh, naartoe gereden, uh, massagebanken brengen en meer van dat flauwekul en toen was ik op tijd en uh, toen zat hij er ook en toen kwam ik even met hem aan de praat. Yeah. En uh, toen bleek hij, uh, Emme. Hij zei: Jongen, ik kom regelmatig in Emme Kompas. Ik zeg: Hoe kom jij nou in Emme Kompas? Ja, ja. Hij zei: Van vroeger een dienstmaat van mij. Ja. Hij zei: Die kwam met Emme Kompas. Hij zei: en, uh, één keer in een zoveel tijd hebben we een reunie. Ah. Hij zei: en Dan doen we gelijk een zaalvoetbaltoernooitje. Hij ah. zegt, dat is een Emmokopas. Hij zegt, daarna. Nou, hij, zeg, nou, hij zegt, binnenkort uh, ga ik ook weer een keer naar Pass. En toen trof ik hem bij die wedstrijd, ja. beneden, in de Business Club. Ik zeg, hé, hey. ik zeg, is ook toevallig. Ja, Hij zei, ik was even een Pass. Ik denk, ik pak even de wedstrijd mee. Ja. Dus, nou, nou, nou. Maar toen ging ook het gerucht dat hij eventueel. Ja, zo, ja. maar, maar en, Zo snel kan het gaan, hè? Dat is niet zo gek natuurlijk, want wie nee. woont er ook in Pass? Volgens mij, Weet niet. Nico Haak, dacht ik. Uh, dat goed kunnen, volgens mij... Uh, maar er was Nico nog niet in beeld. Nee, maar toen was Nico nog niet in beeld. Dus uh, er was daarvoor en toen was Nico nog niet in beeld. Tenminste, niet als, als, als de functie die hij nu, nu heeft. Okay. En, was het ook een bewustzijn van hem, gewoon daar naartoe gaan... om te kijken of je, of je genoemd wordt, of je nog weer een beetje dat, in de hebt. Ja, dat, dat, dat weet ik niet. Ja. Uh, dat dat komt natuurlijk wel vaak. Maar ja, aan de andere kant, je weet wel, zo gauw dat het maar iets een gerucht is... Ja, ja, zeker. en er uh, gaan wat trainers uh, op, op de tribune zitten... Ja. Dan, uh, dan, uh, dan gaat het gauw rond, hè? Ik zou het dus als trainer zou ik het altijd doen. Als, als, als nu bijvoorbeeld die Farioli bij Ajax verslagen, ontslagen... Ja. dan zou ik als ik Robin Peter was... Of Dick Lukin was of wie dan ook, zou ik gewoon even op mijn vrije dag naar, naar de arena gaan, daar een rondje rijden. Weet ja. je oh. zo verscholen lopen? Er is altijd wel iemand, nee. Heeft, nee. Altijd wel iemand die een fotootje van even je maakt, zeg even maar, een hakje ja. wordt genoemd. Ja, ervan, juist, niet, juist niet verscholen lopen, dan nee. Niet, nee. Maar nee, nee, was, wel een beetje verscholen, alsof het ja. zich zeg maar wel lijkt, alsof je je best doet om niet gezien te worden. Ja, ja. Want Je wordt ja, dan maar, wel, maar, wel ja. gefotografeerd. Doe we een beetje, Joop Galdi zei altijd: want Hij kreeg op een gegeven moment kritiek dat hij niet in de regio scoutte. en zo. En dan zei hij van ja, maar ik zie heel veel voetbalwedstrijden maar ik ben daar dan incognito, zei hij dan altijd. <coughs> he, stelde ik me dat zo voor, maar hij he, heeft cap op, een ja. kraag wat omhoog. Plakbaar. Zeg ja. ja, het kan wel, maar he, en dan op een gegeven moment zagen mensen het toch. Dus, ja, uh, ja, zeker, zeker, Maar ja, 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 ja. dus, <laughs> ja. moet dat hem dus zijn? Dat is ja. hem. Ja. Maar ik kan me voorstellen, uh, ongetwijfeld een aardig vent, Orhan maar dat je, dat je, als je het voetbal van, van een vrijdag zag en ook de, de kambuur dat je dat je blijft met het hij die de trainer is van uh, van FCM. ja maar dat is ook weer een cliché natuurlijk hangt het ook van wat ja, voor materiaal je hebt ja, ja. He, alleen het was wel de intentie van van Helmond Sport was afgelopen vrijdag bij ons niet om te zeggen we gaan hier uh, de schoonheidsprijs winnen nee. en we gaan uh, voetballen voor het vaderland weg ja. nou, het was wel echt op uh, vanuit de defensie ja. en hopen op een countdownje is, is, uh, je zei zelf tweede helft uh, werd het wel leuker ja, uh, vond ik, uh, ja. Ja. Uh, toch bleven ook grote kansen uit hè. behalve in de 94e minuut uh, was het geloof ik dat uh, de uh, Gijpens uh, was het op de paal gelopen, ja, uiteindelijk. Ja, een kader die over de bal heen maait. Andere echt grote kansen. Je hebt wel gehad, maar echt grote uitgespeelde kansen waren er volgens mij niet. Dat is ook een beetje een euvel. hè? Maar, ja, maar baart je dat dan zorgen? Want er zullen ongetwijfeld, dat, zei Pascal Mulden, nou, dat ze Pascal Mulder na de wedstrijd natuurlijk ook, die zeggen: er zullen ongetwijfeld nog meer clubs nu denken: van oké, okay, wat is de manier om Emmen te bestrijden? Ja, nou ja. Pff, we zijn net bezig. En, ja. en makkelijk als jij je uit moet. Dan denk ik eerst dat je zegt van ik hou de tent achter dicht. Mm -hmm. En dan kijk ik maar. Maar we missen wel voorin gewoon pure kwaliteit. Zo mooi je het heet. Iemand die door middel van een actie zich vrij kan spelen. En komen tot de schietkans. Dat heb ik nog niet gezien. Nee. Tot op heden. Nee, dus, ook, uh, ook niet bij Hawkins en de Sona in de voorgaande wedstrijden? Nou, maar die kwam vanuit de counter. Ja, okay. ja. Haukens ja. natuurlijk, bij Voldam twee mm -hmm. keer gewoon een diepe bal. Ja. En uh, kwam die alleen. Uh, kijk, normaal gesproken, ja. als het allemaal een beetje goed gaat, staan we met, uh, bij met de Zeker. rust met 2-0 voor. Ja. En dan kunnen kan hem uitspelen. Mm -hmm. Nu blijft het gewoon spannend. Ja. Ondanks dat ik Voldam heel slecht vond. Ja. Ik vond Voldam echt slecht. Ja. En uh, er zit ook helemaal geen gedachte achter. Die deden we wat. Tenminste, zoals soort vanaf de vind, zijkant. Het ging een muren de bal uh, geven. Dat was en kijken beetje, maar uh, nee. wat Schipstand. Uh, maar, maar kijk, daar kwamen we, kwam, we, toen kwamen we ook niet door kansen, door uitgespeelde, Maar gewoon vanuit de counter, diepe paas. Ook die goal kwam ja. ook vanuit een paas. Ja. Niet vanuit combinatievoetbal. Nee. Tot iets komen. Ja, dat is het enige op dit moment wat er dan zegt van concreet wat ontbreekt. Hm. Gewoon in de laatste lijn. <tus> en ik bedoel, de laatste lijn voorin. Ja, ja, om precies. daar gericht tot voetballer te komen ja. en daardoor doorrijpe kansen. Ja, dat, dat heb ik nog niet gezien. Nee. Intenties is er wel, absoluut. Goede wil is er bij iedereen, maar dat ontbreekt er een beetje aan. Maar, maar, wie ligt dat dan? Is, is dat dan die? Want uh, die Hawkins, dat vind ik wel een echte smaakmaker, moet ik zeggen. Ik heb hem nu een stuk of vier, vijf keer in actie gezien. Ja. Ja. Ik vind het wel een lekkere speler. Dat is wel zo'n speler waarvoor je wel naar, naar, naar het stadion komt. Maar Helmond had natuurlijk daar een beetje rekening mee gehouden. Kijk, die Hofman is natuurlijk geen, geen dommerder. Nee, daar, is niet op zijn achterhoofd gevolg, Nee, maar. dus die nee. hadden het, had het al een beetje ingeschakeld. Ja. Om daar een beetje dubbele dekking te zetten. En daar een beetje de, met de snelheid, de diepte eruit te halen, zo mooi het heet. Dus de Hokus die kwam al niet meer aan het draven toe. En dan wordt het wat lastig. Ja, ja, ja. 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 Dat, dat en, die je. en Sona, hoe was die deze keer? Ja, die kwam, dan een beetje, die kwam dan wel een keer goed naar binnen. Maar dat was een, een schot dat hij dat, dat een beetje over de buitenkant was. En wreef richting de cornervlag, zelden zeg maar. Dus dat zonder dan, want dat was op zich een prima actie. Dan heb ik een afstandsschot waar de keeper wat moeite mee had. Maar voor de rest ook, maar, niet, ook niet super. Maar staat het natuurlijk een goede keeper? Ja, zeker. De keeper ja, 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 ja. was goed. Ja. En die jongen, die nummer vijf, ook toevallig. En dat is een anders. Het is ook een Duitser. Ja, zeiden ook. Dat was die Schots. En, en, en dan vind ik dat wel leuk. Dus ik op de tribune en dan kijk even. Denk ik, nee. Die, oh, die, die valt me Even op, nou tegenwoordig mijn telefoontje. Makkelijk even kijken. Die kwam van uh, Fortuna Kulm. Ja. van het jaar voor het eerst. Maar die was uh, die grote, sterke vent. Linkerpoot die deed ook gewoon goed. Ja. Dus uh, centraal stond het ook goed. Dus ja, hij had ook niet uh, de makkelijkste tegenstander. Nee, nee, is, nee, dus, nee, precies. Precies. nee, nee. We hebben ook allemaal vragen. Dat zei ik al. Dus daar, daar komt de eerste. Je hebt tussendoor overigens ook wel vragen beantwoord van mensen. Maar uh, eentje is van, de, van uh, een van de vastluisteraars, Jeronimo, Die wil weten, uh, Ernst. Um, uh, het staat 0-0 tegen Helmond Sport. De Helmond Sport komt niet over de middenlijn. Waarom dan toch een linksback voor een linksback wisselen? En geen aanvallende wissel toepassen? Bijvoorbeeld Quispel voor kade. Ja, dat had gekeurd. Ik weet alleen niet hoe het met de linksback was. Nee. Misschien gaf de linksback zelf wel aangeven van... Uh, ja. prima, het is eindoefening. Het is ik, uh, ik heb mijn pijntje, wat dan ook. Mm -hmm. uh, uh, het, het was niet nodig om verdedigd te wisselen. Want Helmelsport gaf niet het teken. Dan zeiden we nou, we gaan van bank. <laughs> ja. Verre van dat. Dus uh, het was best wel druk voor in. Maar ja, ik had er wel een aanval op aan ingegooid. Ja, ja. 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 Nee, dat, ik hoop ook een beetje. dat was volgens mij ook tegen... Um, van nu toe zijn de wissels in die zin niet. Hè. Soms hoop, maar dat, dat, is, dat is ook wat het publiek dan natuurlijk vaak hoopt. En die hebben uh, uh, he, dat, 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 dat heb, merk ik zelf, ook, als je achter staat dat je ja. altijd denkt, bek eruit, spits erin. <laughs> <met jou."> <laughs> dat, dat, op, de, dat, op het toerisme, de, de volstappen bij ja, ja, naar voren. Ja, ja. Terwijl ik denk niet dat Robin Peters zo'n trainer is. Ik denk dat hij gewoon, um, uh, net zoals zijn voorganger, of een van zijn voorgangers, Lukien, zeg maar, die hebben gewoon eigenlijk één spelidee. En, daar moet, en dat is wat het is. En, en, en op die manier, dat is voor hen gewoon de manier om, te, om voetbalwedstrijden te winnen. En om tot kansen te komen. Nou, en, hij, heeft wel, en... hij heeft wel een. Denk ik wel dat. dat nou ja, we moeten natuurlijk ook nog even wennen aan de training die hij doet. Maar uh, hij heeft denk ik wel een. een, 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 een Eén spelidee, maar wel met verschillende varianten. Hè? Ja, dan nee, heeft je zelf ook al laten doen. Met vier achterin, vijf ja. achterin, drie... Maar, dus. is in, maar, maar ik denk niet dat hij iemand is van we, we gooien nog even twee lange spitsen voorin en we pompen die ballen daarheen. Nee, maar Thijs, zo zijn wij wel een beetje. Hè? Ja, ja ook, zeg, ook nee, wel. Nee, maar dat is 100% Des Emmens. Hè? Ja, ja. En, en men heeft jarenlang uh, gewoon zo gespeeld. Ja. Hè? Ja. Met, 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 met een lange spits voorin. Nee, maar ik hou er ook wel van. En als je dan nog met tien minuten of met een kwartier te spelen hebt... Maar ook al staan die gelijk. Je ja, zit op Finkertouw. Ja. ja, alleen die is er ook niet. Nee. Een echte. Nou, eigenlijk is het ook Goeie, Zou dat, zou dat op zich nog wel zijn, hè? Gewoon dat is nog wel een, een sterke grote. Ja, maar dan, maar dan moet je wel even afstappen van inspelen op het middenveld met die Rijn. Dan moet je nee, meer snel de zijkant op Klopt. zoeken. Maar dan, en dan nog mensen gaan kijken. En dan, eh, en dan gewoon zeggen: dan. we luisteren, zo gauw ik de kans heb, pomp ik die bal erin. Ja. En dan is het duel aan gaan. Hopen dat het ergens verkeerd neervalt. Ja. En boem, één van ons erbij. Ja. Ja, maar ja, nee, dat, dat gaat niet ge gebeuren, denk ik. Ja, ja, dat uh, gaat zien. Is <laughs> mij met die Robin Peter wel vaker... Hij is wel echt van, inderdaad van het voetballen tot bijna de doellijn van de tegenstander. Hè? En dan nog even het bal als kan het laatste zetje geven. Maar uh, alles moet voetballend gebeuren. Ja, maar, dat is, en dat is hartstikke mooi, hoor. Ja, dat vind jij. Maar, 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 maar ik kan je zeggen... <laughs> die komt de zuid nee, ja, maar, nee, nee, ja, maar serieus. <laughs> het, een van de mooiste seizoenen die FC ooit heeft beleefd. Ik meen dat het seizoen 90 of 90, 91 was. Ben Hendricks was trainer. Nou, die middenvelders stonden gewoon voor Jan Lul Well, well, want uh, Wimpy Volkerink en Frank Veldwijk die, 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 uh, 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 transporteerden die bal gewoon over het middenveld. Nou, dat was ook jouw tijd, volgens mij, ernstig of niet. We speelden we, denk, we, bij Feyenoord. Nou, ja, maar toen, uh, toen ik speelde, we terug bij hem speelden, hadden natuurlijk met Rudy Mets, We hebben altijd wel, ja, ja. Toen, altijd wel grote, sterke spelers. gehad. Matte natuurlijk. Ja. Jarenlang. Ja, ja, dat je ja. altijd. En nou hebben we Dat je altijd wel iets had. En ik vind ook wel een beetje. Dat, dat, dat is Noordens. Hè, toen bij Groningen. Houtman. Deven. Uh, Loki. Dat soort jongens. En allemaal. Ja. Strijd, veel strijd. Dat er wat gebeurde. Ja. Ja. En, en uh, ja. Dit is misschien niet het, het, het mooiste voetbal. Maar. Nee, wat je zegt. van, Kijk. Als het natuurlijk. Nou bij Helmond zo was. Ja. Afgelopen vrijdag. En op een gegeven moment ben je. In de 70 minuten. Nou, nou niet echte kansen. Maar je bent wel beter. Hè, want Helmond kwam er niet aan de pas. Ja. Hè, op een gegeven moment. Ja. Dan is het wel mooi jongens, als we nou dat 17 minuten geprobeerd hebben en we zijn niet ter kansen gekomen, doen we even zo'n lange Jan in. Even, even een ander middel. Even een ander middel, precies. En, uh, en, uh, en uh, we pompen even, we vergeten te voetballen. En, en dat vind ik van die Quisper bijvoorbeeld ook. Ik weet niet in hoeverre hij klaar is voor het betaald voetballen. Hoor. Bij, bij Pascal Mulder is dat heel snel gegaan. Is nu zelfs aanvoerder. De, ja, eh, of visa aanvoeren. Ja, okay, ja. ja maar, maar, maar doet het in ieder geval ja, ja. hartstikke goed. Hè. En, en die komt vanuit het amateurvoetbal. En dat geldt voor kwispel natuurlijk ook. Maar ik heb die kwispel in de voorbereiding wel een paar keer aan het werk gezien. En die jongen die brengt in ieder geval wel veel energie in. Ja, zeg maar. zeker, dus, ja, maar, en ja, dat kun je op zo'n moment natuurlijk wel heel goed gebruiken. Freddy had natuurlijk even de pech dat hij in de voorbereiding een paar keer met zijn enkel geblesseerd was. Ja. Een paar wedstrijden niet meegespeeld. Ja. Toen had hij natuurlijk die wedstrijd, die twee wedstrijden, Schossing, ja. nog. Van ja, moest En hij was nu op de bank. Alleen, ik had hem zelf ook wel gebracht. Ja. ja, En dat ik zeg van moet luisteren prima, er moet wat gebeuren, want het zit een beetje vast. Ik, ik, ik denk wel dat het vervelend is als je nu bank Er was ook. Want Mike de Wier, ik zat op de bank. Eh, ik vroeg, vroeg nog aan Roy en Peter naar de wedstrijd: van zat hij daar omdat hij, eh, omdat hij wel kon spelen? Of, of uh, zat hij daar omdat hij, omdat je het prettig vindt, dat het gewoon je aanvoerder toch, bij, bij, bij de selectie bij de groep zit, zeg maar, nou ja. Dat deed hij, uh, ik wil bijna zeggen, uiteraard, maar is een beetje flauw. Uh, wat geheimzinnig over, zeg maar. Maar, uh, maar ik begreep, eigenlijk begreep ik wel een beetje tussen, tussen de regeltjes door dat die weer eigenlijk niet zou kunnen spelen, die wedstrijd. Dus je had maar een paar wissels. Ja. En ik kan me nog voorstellen voor sommige spelers dat zo'n kwispel denkt: oké, okay, Evina is er nu niet, hè, die, is, die is geblesseerd. Uh, 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 Bakir zit nog niet bij de selectie, Koning zit er niet bij. Dus, dus nu ben ik een van de aanvallers, uh, eigenlijk de eerste aanvaller die in kan vallen. Uh, het staat 0-0, er is nog niets gebeurd. En ja. ja, hij komt er niet in. Nee, maar ja, toen... Sadiqo uh, kwam er uh, natuurlijk in gisteren. Jawel, gegeven, dus sorry, kan ja, er, wel, er maar, kwam er wel een aanvaller ja, bij. Ja, ja, nee, sorry. Hè? En uh, alleen... Maar goed, voor hem is het wel dat ik denk van... Ah, dit was wel zijn mogelijkheid om dan zijn, zijn minuutjes wel te maken. Ja, maar aan de andere kant... Uh, de voorbereiding een paar keer geblesseerd geweest. Mm -hmm. uh, en uh, twee wedstrijden natuurlijk op de bank... Moeten, of, of, niet, niet erbij kunnen zijn door de schorsing. Maar ja. ik... Buiten dat om... Uh, Tot heeft even tien minuten. Wij korteertje? als, als, als MN Publiek zijn... Dus ja. Vinden het wel gewoon leuk dat we... Nou, alsnog gaan proberen... ja He, om iets te doen. Ja. Zeker als een wedstrijd in het slot zit. Dan, ja. dan, dan moet je niet als trainer maar willens en wetens vasthouden ja, aan de principes tot ik, in de treuren. Ben ik ben ik met je eens, William? Want we hadden natuurlijk niet zo dat we een puntje van een stoel zeggen en weer een kans. Nee, precies. Oeh, en weer een nee, kans. Nee, dat was wel anders oeh, geweest. Maar nee. dat was natuurlijk ook niet zo nee, nee, Alleen had je wel de combinatie moeten doen, denk ik. Dan had je wel moeten zeggen. Dan had je die 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 Finse uh, Sadiku, Sadiku, ja. Sadiku. moeten laten staan. He, want die fysiek brengt je wat. Mm -hmm. en, ja voor ook Goel, je bedoel je? Uh, die, 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 die Scandinavische. Ja, je beiden komen uit Scandinavië. Rogulje stond in de, in de basis ja, in de ik, ik heb hem meegenomen. Ik ja, precies daarom. Alle, <laughs> alle, alle namen. Nou. Ik denk dat je Rogulje. Ja, is die, 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 die is Die, 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 is die grotere. Ja, ja nee, is Rogulje. Maar dan heb je ja de combinatie. Nee, zeker. En ik was ook bij bij is ook zo'n speler, net zoals die Stijn bij Twente. Ik was bij Salzburg tegen Twente en samen met met Wolters. met we zitten daar mooi. En op een gegeven moment zeggen we: die Stijn moet erin. Want je weet wat, er zijn van die spelers, net zoals als Freddy ook, ja. die bal komt altijd een keer goed. Ja. Ja. Hoe het gebeurt, gebeurt ja. het. Maar die komt altijd een keer Natuurlijk. op de 11 meter, Ver, ja. die Stijn. En die stein die komt erin. Ja. En waar, waar valt die bal? Ja. Bij hem. Ja. 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 En dan heb je met Freddy is ook zo'n jongen. Zet hem erin. Die krijgt altijd een schietkans. Ja. Ja, ja, ja. Hoe het kan, dat ja. weet ik ja. niet. Ja. Nee, maar, maar dat zijn van die spelers. Dat zag je afgelopen weekend ook nog bij uh, NAC uh, FC Utrecht. Met die, ja. met die Ohio, weet je wel, die ja, ja, uh, Jansen ja. toch in bracht. en, en, en waardoor, uh, ja, waardoor het ineens nog helemaal alles omgedraaid wordt in, ja. in, in blessuretijd. Ja, het is maar, geen garantie, maar... Maar er ja, zijn van die spelers, je moet wat hè, proberen. let maar eens op, er zijn van die spelers, die, die bal die klutst en dan... Dan ja. komt hij altijd bij ja, hun. Ja, 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 Ik kom wel een keer bij hun ja, bij. Ja, ja. Zeker, zeker, Hoe je het zeker, bent of verkeerd. Ja, 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 ja. Mag keer magneet ja. in, de, in, de, in de schoenen. Ja, 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 nee, dat, is, dat, is, dat is gewoon een bepaald, toch een bepaalde kwaliteit. Ja, nou. Ach, goed, het zou mooi zijn als je het er, er zijn nog veel meer vragen. Want... Huh? Dat is natuurlijk ook wel even. Bertus, die vraagt: de bank was wel erg smal op dit moment. Dat, ja, dat is maar ja. zo. En die zegt: dan hadden we Konings- en Schouten toch niet kunnen gebruiken? Ja, maar dat is natuurlijk aan de club, hè, zo mooi ze het heet. Ja. En dan op een gegeven moment uh, gaat de club ook niks meer zeggen. Maar dat gisteren natuurlijk ook, daar word ik wel, ook een beetje moe van... met, met, met RKC, dat Kramer er niet is. En dan, ja, dan moet je een moop vragen uit ja. Vreese. En nee, dan moet je die vragen Het ja. terug aan de club. En het, ligt ja. daaraan, het ligt allemaal daaraan. Maar ik denk, allemaal onhandig. Ja. Dat is net zoals nu met Schouten en Konings. Als je die niet op wil stellen, ja. met een bepaalde reden... Ja. dat je zegt van, ik vind ze niet goed genoeg. Nou, het, van, in dit geval hebben ze het wel gezegd. Hè? Nu hebben ze met Konings hebben ze gezegd... Die, die die, die, uh, daar hebben ze al tijdens het trainingskamp uh, gezegd van gezegd. Hey, er is geen toekomst uh, voor jou hier. Uh, dat voelt schouder ook wel zo. Dus, hebben ze gezegd, dus, dus die mag op zoek naar een andere club. En tot die tijd speelt hij bij de onder 21 mee. En, uh... Maar dat klopt Thijs. Maar als dat zo is. Kijk, Dat zie je in beeld. Dan zeg je luister jongens. We hebben 20 selectiespelers. Mm -hmm. Twee vind ik of disciplinair of wat ook. Vind ik gewoon niet goed genoeg. Mm -hmm. Of het, we betalen gewoon te veel salaris voor de kwaliteit. Die wil ik niet gebruiken. Ja. Dan houdt wel in dat je de maar 18 overhoudt. Ja. Ja, dan, dan weet je. Ja. Nou, dan moet je ook niet zeggen van of je moet nu wat erbij halen, of ja. je moet anders wat doen. Of je hebt maar 18 man en je neemt het risico. Ja, nou ja zij nemen dat risico. Nou, Dan moet je dat ook op de, op de blaren zitten, is een verkeerd woord. Maar dan, nee. dan moet je ook zeggen van: Ja, ja. prima, het is zo. Ja, ja. Ja, ja, het is niet anders. Ja, ja precies. Maar dit, <totstukt> in, in, we kiezen daarvoor. Ja, precies. In dit geval met schouten hebben ze gezegd: Ja, die komt als in principe komende week. Dus dat zal deze week. Misschien staat hij vandaag, het is nu maandagochtend 9 uur. Dus misschien staat hij op het theesveld op inmiddels. Nou, um. wat, is daar, wat is daar de exacte reden van? Hij, uh, was, uh, hij is rechtsbek, uh, is geen gebruik van genomen. Uh, nou ja, laten we zo zeggen: Er is een, er is een, uh, een Amsterdamse jongen en een Duitse trainer. Uh, nou. Je weet hoe Duitsers zijn. Grote, hij heeft een grote bek gehad. Die geloven, die, geloven okay. wel, die geloven wel een beetje in, in een hiërarchische structuur. Ja. Dus, dus daar ga je... Dus, dus, daar is nog niks mis mee. Daar, daar gaat een speler... In Duitsland ben je gewoon niet gewend dat een speler een grote bek heeft tegen een tenen. Zeg maar. maar ja, wat is, wat, is een, wat is een grote bek? Ja, ja goed. Dat, 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 dat ja. weet ik ook niet precies wat er ja, ga, is hoor. Maar dat is in ieder geval, de... ik zou zeggen... Het is altijd subjectief. Ik, ja. bedoel, ik denk dat je alles tegen je hoofd weer kan zeggen, Ernst. En dat jij het nog steeds prima vindt. Dus, ja, ja, dat is, dat, ja. Tot zover. Ja, ja. Maar nee, maar als, maar als, het gewoon, als je een meningsverschil hebt. Dan, dan maar nee, het maar het, maar het zal ongetwijfeld ja. uh, iets meer zijn dan alleen een meningsverschil. Uh, 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 maar in ieder geval, uh, en, 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 en ze hebben besloten dat hij nog niet terug zou keren voor het weekend. Want dat zou ja, tot bepaalde onrust of zo kunnen leiden. Ik weet het niet precies. En, uh, maar als het goed is, zal hij deze week weer. weer uh, Ergo, Robin Peter duwt geen tegenspraak. Want ja, nee, want, want die jongen ah, speelt niet. Nee, ja, dat, dat is mijn conclusie. Nee, maar, maar, je weet niet, ik, weet niet, ik weet niet wat er precies gezegd is. Dus je kan, je kan, ik kan niet... Kijk, het geen tegenspraak. Uh, misschien, maar misschien heeft, is, is het op een schouder ook wel echt, zeg maar, zijn boekje te buiten gegaan. Hè? Dus dat, uh... nou, en dit is nou precies waarom FCM op communicatiegebied in ieder geval een zware onvoldoende haalt. Want wij zitten er nu weer over te speculeren van wat er dan gebeurd is. Emma had het heel makkelijk kunnen voorkomen door gewoon eventjes met de billen bloot te gaan. Eventjes recht toe, recht aan zeggen van jongens, dit en dit is er aan de hand. Dat accepteert onze trainer niet. Dus uh, Robin Schout is twee weken buiten. Nee, dat hebben ze dus de... gezegd. Alleen ze hebben niet precies ja. gezegd wat er gezegd is. Dat hoeft ook niet. Dat, nee, dat, 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 ja. doet, dat doet geen enkele club. Nee. Er gaat geen club precies nee, zeggen hey, van maar. Robin Schout heeft gezegd dat die klote Duitser... Bla, bla, maar, bla, maar, maar nog even over die communicatie van FCM hè, met die Ala Bakir. Daar gaan nu mm -hmm. ook de wildste geruchten Er waren ook een hoop vragen over inderdaad. Over Ala Bakir. Ja. De, de, de wildste geruchten, uh, uh, ook ten nadeel van Nico Haak, die uh, zich vergist zou hebben in het uh, non-EU-salaris wat die jongen zou moeten, uh, moeten verdienen. Dat is dan meer dan 4 ton. Dat kan hij maar natuurlijk nooit ah, ja, betalen. Ja, maar dat zal er niet doorheen ah, ja, zijn? Dat, dat, maar dat zou dat, natuurlijk dat, lachwekkend zijn als je daarnaar daar niet langer komt. Maar ik kan het me niet. niet voorstellen. Dan, nee, eens, maar Bernt praten, dat kan niet met elkaar. Nee. Nee. Eh, eh, hij, maar hij zou een Duits paspoort hebben en dan zou hij ineens dan niet <coughs> of zo. Hij is geboren in Münster, geloof ik. Dus ik neem aan dat je dan automatisch al een Duits paspoort hebt. Als je bent geboren in Duitsland dan. Maar, maar, maar het feit is, die jongen die is al drie weken in geen of wegen te bekennen. Ja. Uh, 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 ondertussen gaan er uh, uh, verhaaltjes over Nico Haak. Dat hij dat amateuristisch uh, uh, bezig is. Ik zou als club zeggen van... Jongens, we gaan eventjes duidelijkheid scheppen over Alan Bakir. Dan gaan we maar even met de billen bloot inderdaad. Eventjes zeggen van hoe het zit. Want uh, dit loopt uh, uh, uit de hand op deze manier. Ja. Ja, dat is, uh, ik, ik heb er uiteraard naar gevraagd. Uh, uh, zeggen ze niks, toch? De, de privéomstandigheden. Nou, Kijk, in de eerste, ja. eerste week zei ze privéomstandigheden. Nou, dan ga je... Als journalist ga je dan denken: oké, okay, prima, dan ga je natuurlijk niet. Dan ga je niet bakier opbellen en vragen, is, is, uh, wat, wat, wat voor ja, vervelende ja, dingen zijn ja, ja, in je leven ja, gebeurd? Ja, nee, dat ga, dan, dan ga je, ja, je doen, dan, dan, dan houd, je, houd je je afstand. Ik neem aan dat jij dat, ja, dat ja, ja, doet. Ja, Als jij ja, dat te horen krijgt van een club, die omstandigheden, je even denkt, oké. Okay, dat, da 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 dat kun je even zo laten, want meestal precies. bevindt ze dat dan in een familiesfeer. Of zo, en dan laat je dat Dan ga je natuurlijk niet meer uh, niet, 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 niet Maar dan is spelen na een week weer terug. Precies, maar dit duurt nu al een hele tijd. Maar als ik vraag, vertel nou even wat er aan de hand is, maar dan is het allemaal, het is AVG, of AGV of AVG? Ik vergeet al. AVG? Dat is aardappelflees groente of is dat... Weet, of, ja, een van die twee is aardappelflees nee, groente... A4G. en de is is die wet op de A4G, A4G, ja, het prijsvergadering. AGV is aardappelgroentevlees. Maar goed, in ieder geval... Dat is, weleven. Weleven dan. Ja. Ja, maar, ik, maar kijk, maar dat vind ik het ook. En als mm -hmm. jij dan uh, pretendeert... dan zijn wij als een volksclub. Mm -hmm. En natuurlijk, er gebeurt dan altijd wat. Alleen, wees wel even transparant. Precies. Maar je kweekt ook onnodig ruis op de lijn. Ja. En ook voor de jongen, maar voor de club, voor iedereen. Vertel even jongens, dit is er aan de hand... Tot nu toe dacht ik, kom, maar hetzelfde. Jongens, we hebben schouder, disciplineer, geschorst. Ja. En die komt 26 augustus, mag die weer meedoen. Ja. Dat is de reden. Ja. Boom. klaar. Ja, ben je van alles af. Ja. Nou, ja. Dat is helemaal dan, loopt, dan gaat niemand die daar zegt, niemand die daar iets <laughs> heel geks voor vindt. De eerste keer, mee. privé reden, denk ik ook van, nou, misschien van zijn vader, moeder, zijn opa en oma. Dat, dat, noem dat, maar op. Die, ja. Met alle respect, laten we met rust. Ja. Maar na drie weken zeg je, ja, dit is het. Ja. Nee, precies. Daar is het. Ja. Dat is de oorzaak. Hier zijn we mee. Dan ben je zelf ook af, Dan nou. heb je geen speculaties. Nee, precies. Gewoon zeggen. Ja. En dan hoef je... niet achter de komma. Want nu worden zoveel verschillende hey. dingen gezegd inderdaad. En de gekste dingen hey. gaan rond. Dus dan nou ja, weet je wat ik al uh... zei? Alleen val ik er al in, als met Kramer. Met RC. Ja. Uh, ja, 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 ja. Zeg nog gewoon dit is er aan de ja, hand. We. Dan ben je Overal vooraf is beter voor de club, ja. is beter voor jezelf, voor, voor iedereen. Voor supporters, is dat, is voor, iedereen. Ja, is, dat, is dat de onervarenheid toch nog een beetje die we dan in, in de club zien? Want ik, we hebben Nico natuurlijk ook twee keer in de podcast gehad. Nou, toen ik moet zeggen, ik vond hem twee keer hartstikke openhartig. En, en hij vertelde gewoon wat zijn plannen waren. En ja, hoe, dat is mijn ervaring, hoe, oh, maar daarom verbaas ik me. Hoe, hoe je dat dan. wilde doen. Dus, dus, eh, Nico het, heeft ja. gewoon een paar keer meegemaakt. Ook met, of een paar keer, ik heb het dan uh, zo. Mm -hmm. En ook uh, bij een sponsorbijeenkomst. Gewoon een mooi, goed en duidelijk verhaal. Ja, zeker. En waar iedereen ook... Dat snapt, hè? Je hebt soms ook wel eens verhaal van de technisch directeur. Ja. Dan ben je naar vijf minuten draak kwijt. En dan ja, denk je van, nou ja, dit, wordt, dit wordt hocus -pocus. <laughs> Nee, maar Nico heeft gewoon een verhaal van 20 minuten, 25 minuten... die duidelijk is, dat transparant is. Dat mensen ook, die geen voetbalverstand hebben... het ook een beetje gaan snappen van, oké, okay, daar wil je naartoe. Ja. Nou, Prima, leuk. Heb ik al van meerdere kanten gehoord dat, dat het een inspirerende uh, presentatie is die hij kan geven. En nee, een was heel echt duidelijke leuk. stip aan de horizon. Zeg maar, voor die was, dat was echt leuk. Ja. En echt, echt ook voor mensen die zeg maar, niet diep gaan. Kijk, wij, wij daar dat we er <laughs> een beetje verstand over <laughs> hebben. Maar mensen die zeggen van ja, oké, okay, ik snap waar ze naartoe willen. Ja. Leuk, leuk verhaal. Mooi, mooi, open en transparant. Maar ik ben het wel met een je eens. Kijk, dat is een verhaal. Ja, nee, maar klopt. nu heb jij iets te maken met een tegenslag. Dan heb je natuurlijk ja. een trainer die relatief onervaren is in de publiciteit. Ja, ja, ja. Je hebt een ja, technisch directeur die ook relatief onervaren is in de publiciteit. Zeker. En dan moet allemaal natuurlijk, je managt ook en het meeste. Wat je moet managen. Ja, dat zijn natuurlijk problemen. En, en, dat nou, gaat ze, en dan en, wordt weet ja. je. En dan heb ik even een tip voor Nico en voor Robin Peter. Uh, ga daar nou een beetje slim mee om. Je hoeft als club geen persbericht naar buiten te brengen over waar Ala Bakir is of waar uh, Schouten is. Maar je kunt wel even een journalist even in vertrouwen nemen. Nee, en, en dan weet in ieder geval de FCM en wat in dit geval Thijs de Jong weet van uh, uh, dit en dit is er aan de hand. En dan hoef je daar ook niet over te gaan speculeren uh, in de podcast. Dan, dan voorkom je nee. heel veel. Uh, Gezeikt eromheen. Soms moet je op een gepaste manier misbruik van elkaar maken. Nou ja. Om te zorgen tot iets te komen. Precies. Nou, en, en, en weet je, heel simpel zeg ik altijd: Emmen heeft de pers nodig en de pers heeft FC Emmen 100%. nodig. Dus ga dat met elkaar gewoon goed oplossen. Zeker. Zorg niet dat je onnodig ruis krijgt. Want, want, want ik zie het verval bij Emmen. Nu en ook qua, qua belangstelling zie ik toch een beetje. Ik zie nu een toeschouwersaantal van 7298. Dat is niet uitverkocht, hè? Nee, maar dat, dat, is, dat, is, dat is nog dat is echt nog wel vakantie en, en dat is, kijk de eerste wedstrijd is iedereen natuurlijk even. Z, zijn wedstrijd. alle seizoenkaarten uitverkocht? Ja, 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 ja. We hebben een wachtlijst. Ja. We wachtlijst, ja. wachtlijst. Alleen, pim heel vast, je moet zoveel kaarten vrijhouden ja. voor de vrije Klopt. verkoop. Ik ja. dacht 10 of, of, of 15 procent. Dus ja, we hebben een uit Business ja, en seizoenkraad is ja. beter dan ooit. Ja. Ja. Maar als... oh, losse verkoop niet? Oh, weet je? deze wedstrijd niet. Nee, nee, maar, nee maar, dit maar, een, maar dit is. Dit, dit, heeft ja, ik normaal nog 1400. Nee, maar normaal zitten het toch 8600 of zo. Jawel, maar dan is het ook de vraag: van... kijk, maar hij staat gewoon, ja, nee, 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 nou. gewoon goed vol. Nee, hij staat gewoon goed vol. En echt, het leeft. En men leeft meer dan ooit tevoren. Als ik zie hoeveel mensen shitjes aan hebben van Emmen, ook gewoon. Mooi, hè? Ja, je weet niet. Ik, ik heb binnen, ik, padel. Ja. Af en toe. Probeer ja. ik. Ja. Sinds kort. Ja. Met Bernhard. Grappig. Zeker. Onze Bernhard. Waarom ben ik niet uitgenodigd dan? Oh, dat kan de volgende ja. keer. Ja, okay, heel goed. Maar Bernhard. Leuk. Mooi is, we lopen met daarop naar de baan. En, uh, Die is in Emmen? In Emmen? Ja. ja, ja. Er zitten vier banen naast elkaar. Ja. Hij zegt wel mooi, hè? Hij zegt: Bernhard. Allemaal shirtjes. Ah, ja. Gewoon op ja. elke ja. padelbaan. Minimaal één shirtje en meestal twee shirtjes van SVM'en. En, ja, ja, en dan, dan leeft het toch. Ja, nee, maar dat is hartstikke mooi. Nee, maar, Want er dus, zijn Willem, het tientallen van... jaren geweest. dat je dood niet in zo'n shirt gevonden wilde worden. <laughs> ja. maar, maar dat is wel mooi dat dat. Nee, maar dat, dat, zie, je steeds, dat zie je steeds meer. En dan, uh, en dan, dus dat, dat zie je. Nee, het, het, leeft, het leeft wel. En even terug te komen op het verhaal. Maar eigenlijk is het natuurlijk van de soort. Twee dingen vind ik van de soort. Ten eerste dat je de transferwindow. al oh, nog steeds. Open is, ondanks dat je bezig bent met de competitie, ja, dat slaat nergens op, is gewoon belachelijk. Daarnaast is dat de KVB geen rekening houdt met schoolvakanties. Nu ja. ben ik gewoon mm -hmm. een papa en een mama, ja. Ja, ja, ja. en ik wil een seizoenkaart hebben voor Emma. Nou, en dat is best duur. Ja. Nou, dan schaffen we met een gezinnetje, schaffen we een seizoenkaart aan. Dat kost vier dat kost duizend euro. En dan nou valt het precies de oh, eerste twee leukste wedstrijden, de leukste wedstrijden van, de, ja. ja. van het seizoen met mooi weer, ja. valt precies in een vakantie. Van vader. Ja, ja nee, daar en heb je mee die, te maken. Nou, die, die wil naar de camping. Ja. Ach, ook zo'n westrandmissie. Ja, 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 ja. En, ja. En dat soort dingen snap ik dan ook niet. Nee. Kijk, en nu viel het mij nog mee, William. Ik vind jouw conclusie iets te vroeg. Gezien de vakantie, bij ons duurde vakantie tot 2 september. Ja. Voor het school. Vind ik dat wij de tribunes gewoon relatief goed vol hebben. Zeker ja, Nee, absoluut. Maar wat, wat is absoluut. de capaciteit? Nee, want je hebt capaciteit... 8300. Eh, 8300. 830, ja. Ja. ja, nee precies. Maar nee, nee, je, je, maar je eerst... hebt 10%, 10 vrije verkoop. Ja. Dat moet je. Maar we hebben een wachtlijst. Nou. Voor de seizoenkaart en de, de sponsors. En, ja, ja. en sponsors ja, ja. zitten ook gewoon goed nou, vol. Dat, dat is een heel goed teken. Dus natuurlijk... dat is goed. En we Kijk, hebben we voor het eerst twee hoogsponsors. Dat is ook mooi natuurlijk. Ja. Nou, Ook al, maar twee shush of noemen. noem maar wil. Dan kun je leuk. toch uh, de conclusie uh, trekken met deze gegevens. dat, dat uh, Dick Lekkin een blijvend effect achter heeft gelaten. Blijkbaar. Hè? Want ik was er bij Emma uh, altijd wel een beetje bang van. als straks uh, de Eredivisie echt ver weg is. Hè? Je staat nu 11 maar goed, daar kun je allemaal nog geen conclusie nee, aan verbinden. Nee. Maar, maar, maar dat, dat je dan weer teruggaat naar de oude tijd. Waar, waarin je heel blij mag zijn als er 16 of 1700 man hadden. Ja, laten la, la, la la, la nou. we één ding niet vergeten. Kijk, als we natuurlijk zes, zes of zes, vijf of zes seizoenen aan het modderen zijn. Dat we die boven de plaatsen komen. Dan haken de er weer af. Ja, ja, maar, maar waar niet? Nee. Nou ja. Waar nee. niet? Nou ja, je hebt, je hebt clubs natuurlijk. Zoals je hebt, Twente, Twente Nakbri. Daar da, da, ja. blijft altijd een soort kern van heel veel. Jawel, maar uschouden. NAC moet wel promoveren. En die, die, blijven, die promoveren nu ook. Kijk, die zijn nu gepromoveerd. Ja, 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 ja. Het is heel simpel. Wij moeten als of zoals wij ons nu presenteren. gewoon elk jaar meedoen met de playoffs. Ja. Of was we nu een ook. We moeten in de Precies. nageltjes komen. Ja. En dan moeten we gewoon kijken hoe ja. het is. Maar als we dat niet doen. En dat zou natuurlijk slecht zijn. Met zo'n vol stadion. Met redelijk tot veel goede sponsoren nee, erbij. Dat kan niet. Hoe het leeft. Nou, als dan, zie, dan zien we die andere clubs. En dat zijn we ook één van de acht, negen clubs die ja. gewoon echt mee moeten doen. Ja, ja. ja, ja zeker, zeker, die zeker. Niet verkampioen te worden, maar meedoen met promotie. Ja, zeker. Door middel van, nou, gewoon play-offs. We moeten gewoon, of door de stand, ja. of door een periodetitel, moeten we gewoon meedoen ja, met play-offs. Ja, ja eens, eens. Ja, moet. Ja. En dan, en dan altijd hoop een, op een goed einde van een seizoen. En Niet eens dat je het per se maar zoals het afgelopen jaar. Dat je, dat, je, dat je een heel positief einde hebt. Zodat iedereen weer denkt, nou, toch wel weer zin in een volgend ja, jaar. Seizoen en, gaat er maar bij. Nee, maar, de, ja. maar alles is mogelijk. Kijk naar was er ook dood en begraven. Tuurlijk, ja, nee, en met Van Gastel. Het was allemaal het net niks. Het was allemaal waarloos. Die kon niks. Die liep elkaar nog in de weg. En uh, die speelt nu gewoon in de ja, divisie. Nou, dat, nou, dat is ook wel mooi hè? Dat is mooi van playoffs. play-offs. Ja, zeker, zeker, zeker. Als nummer 8 ja. Vragen, dus ja, het, zijn, het zijn er het zijn een hoop. Uh, ik doe er meteen twee in één. Uh, Johan Volting en Nieuwelten, komen er nog nieuwe spelers of moeten er dan eerst spelers vertrekken? Zoals Koningschouten, Indicatie en, en, en of, of, of natuurlijk nog een vraag ook, maar die hebben we al behandeld. En, uh, Cor en Karin Vider wil ook weten: komt er nog een scorende spits bij? Um, nou, qua nieuwe spelers, het is volgens mij wel een beetje zo dat 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 het geld wel een beetje het opraak is. Dus er moeten eerst toch wel mensen, mensen weg. En de, en, de nou ja, en de prioriteit ligt bij, bij buitenspelers, in ieder geval. Kijk, dat kan natuurlijk ook zo zijn. Hè? Daar ben ik eerlijk in. niet eens over nagedacht. Kijk, het kan ook zo zijn dat Schout en Konings weg moeten omdat gewoon even het budget. Nou, Konings moet in die zin weg. Nou ja, weg moeten nee, nee, Konings... Maar misschien moet er ruimte komen. Nee, precies, bij, Ko bij Konings is gewoon: er moet ruimte komen. Schouten, daarvan begreep ik in ieder geval van Nico Haak ook. Zeg maar, dat er helemaal. Het is niet dat Schouten weg wil, of dat de club van Schouten af wil. Dat is dus helemaal niet het geval, werd, werd mij verteld. Maar in het geval van Konings is dat natuurlijk wel het geval. Dus uh, alleen nog Konings... even de vraag: wat, wat, wat wil Konings? Gaat die. Laat hij zijn contract ontbinden of, 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 weet ja, maar of als, hij, als hij, als hij, ligt, als hij, als dan hij dan. natuurlijk laat ontbinden, dan kost geld. Dat kost geld. Zo ja. dus simpel is het. Dus uh, ik weet niet, heeft hij nog een jaar of twee? Heeft jaar? Een jaar volgens mij nog. Ja, ja, nou ja dan, dan, dan win je misschien maximaal uh, een paar maanden. Ja. Als je hem laat ontbinden of afkopen wil, ik weet niet hoe het gaat met het van Maar als hij zegt van luister, ik heb er geen belang bij. Ik heb gewoon een goed salaris. Ja, dan, uh, dan uh, en ik, uh, ik ga maar een jaartje in 119 of 121 ga ik ja. meeopelen. Ik zie het wel, alle bogaden vanuit het verleden. Ik, ik weet niet hoe dat gaat. Maar uh, ja, het zou, het zou, ja, ja, het zou wel. Het zou wel uh, jammer zijn. Ah. Als, wij, uh, als wij. Als je uh, daardoor uh, je je uh, hebt. je één uh, iemand. Uh, uh, ja, die, die, dan mis je gewoon een speler. Ja, en, en als er dan verder niks bij komt. Dan is het toch wel magertjes. Ja. Want wij hebben denk ik twintig... Voorwaardige selectiespelers als ik een beetje door do, misschien ja denk, denk dat denk je daar ongeveer op uitkomt ja ja of 22 nou ja dat is niet je weet altijd er zijn altijd wel één of twee geblesseerd nou ja je merkt het nu meteen. en straks straks krijg je ook een, natuurlijk nee, ik zeg altijd vanaf november Begin ook een beetje de gele kader te tellen ja nou ja dan heb je ook altijd wat erbij ja, ja dan mis je dus toch wel gemiddeld twee A3 nou naar op selectie van 20 nou dat is best dat is veel en als je dan ook de, nog niet echt de juiste balans hebt met een aantal verdedigers, middenvelders en uh, aanvallers, mm -hmm. ja, dan, dan, en je bent dan op zoek naar een scorende spits. Hè. nu zijn we nog maar drie, uh, drie wedstrijden. Ja, dat is een scorende spits. Maar je hebt in principe heb je natuurlijk aan spitsen. Hebben ze nu uh, 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 Evina? Hebben ze daar Rogulje? Hebben ze daar uh, Sadiku? Hebben ze daar? Dus, en, dat en, zijn en, en dat zijn en, al dri en, drie en, spitsen. En een scorende spits. En normaal en, en en normaal is ook een. Kwispel is is ook een spits. Dus in principe hebben ze daar al vier dus ik kan me niet voorstellen dat ze nog een spits erbij want dan, ah, wat, wat, wat zou dat maar betekenen voor een fina maar, maar ik heb Landook heb ik alleen maar eens geblesseerd zo langzaam. ja ja de 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 baalt zelf ook enorm van ja, het is een, het de, is een uh, volgens mij ik heb hem één keer ook kort gesproken hoor hartstikke uh, vind ik leuk ventje ja komt dat is een jongen van peksvoll ja. die, die ja, linksbuiten ja, maar ja. die maakt een hele goede indruk zeker en, maar vooral haakens, uit, haakens. Uit, uit, bij Cambuur ja. vorig seizoen, ja. toen maakte je een hele goede indruk. Maar ik heb hem daarna echt nooit Het, is, echt het, het zien, was man. elke keer het idee van over twee weken, over drie ja. weken misschien, maar elke keer drie weken later was het nee, 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 weet je, dat was uh, dat is een soort mysterieuze mysterieuze maar, blessure die hij heeft uh, uh, uh. van uh, van Karin en uh, wie was Karin ja, Ik ik ken ik wel. Maar dat is één een ja. Iedereen in de eerste divisie wil graag een schone spits. Is ja, nee, dat is. Uh, <laughs> <Ja>. <laughs> niet is, niet, niet ja. dat wij de enige zijn. Nee, nee. En, maar dat is wel gewoon en zo. En als je dan een mooie schone spits hebt. volgens mij is dat die jongen van Smit van ja. Cambuur, ja. die me gaat naar Koedt, ja. Milan, Milan. Dan heb je het en dan ben je mooi bezig in de, in, en dan ben je drie wedstrijden onderweg Dag. en dan wordt jouw scorende ja. spits weggehaald en dan kan je als Kambu zijn er weer overnieuw beginnen. Ja. Ja. Daarom is ja. het systeem is gewoon ja. en 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 het, is ook, het is ook heel vroeg om te zeggen natuurlijk nu na drie wedstrijden dat uh, ja, Evina heeft een anderhalf wedstrijd gespeeld of nog niet eens hè, uh, met zijn blessures die heeft denk ik één wedstrijd gespeeld in totaal. Uh, uh, hey, Rogulje heeft nog niet heel veel uh, kunnen laten zien. Sadiko heeft nog heel weinig kunnen laten zien. Klopt. Dus, dus, thuis, dus misschien dat, dat het wel echte doelpunten misschien is nog kunnen worden. Nou, en ik moet wel zeggen, bij die eerste thuiswedstrijd, daar hebben we wel verloren, maar hadden we echt wel kansen. Zeker. Dus daaruit kader heel veel kansen. Juist. Ja. En hadden wij uit bij Volendam... hebben we gewoon 600% kansen gehad. Ja. Of wat voor manier dan ook. Ja. Hè? Niet echt uitgespeeld, maar op de counter of mm -hmm. met, door middel van een de, de, de omschakeling, zo mooi het heet. En afgelopen uh, vrijdag ja, was het wat minder met Eén de kansen. Uh, alleen we komen niet, daar ben ik het wel mee eens, we komen niet echt met voetbal nee. tot kansen. Nou ja, ik, echt, we hebben niet aan de zeggen en nou komen we voetbal achterlijn terug tot, uh, tot op heden dan. Hè? Okay. Maar we zijn er maar drie wedstrijden bezig jongens. Ja, te vroeg voor conclusies. Maar, maar jij ja, noemt zelf al het aantal kansen op dat, dat, dat je dan mist. Nou, dat, als, dat moet geen probleem worden natuurlijk. Hè. De, de, ik weet niet hoe, hoe. Ik ken het verleden van bijvoorbeeld Evina of zo niet hoor. Samaroens uh, International, bij, bij Bayern München nee, maar, nog gedebuteerd. Ja, maar dus hoe je hoe, je wat, hoe vaak hebben ze gescoord? Dat is even de vraag. Oh, ja, volgens mij. Nou, die Rogulje dat was wel. Die maakte wel wat doelpuntjes. Maar dat was op het derde Noorse niveau. Dus ja, ik weet ook niet. Ik, 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 niet heel helder. Kijk, en, en dan, en aan de andere kant zeg ik zo: kijk, zoals Helmond speelt, als dat het hele seizoen van Helmond is, ja, uh, daar word jij als, als, als supporter. Of als, als voetballiefhebber word je niet vrolijk van. Nee. Maar als je zo de punten gaat pakken, dan word, supporter word je supporter er wel weer vrolijk van. Is het zo? Dus, uh, nou ja. als je er blijven worden? Als we kampioen worden met zo'n voetbal? Ja. ja. Oké. Okay. Als we kampioen worden en we promoveren in de eredivisie... Is met laatste, dit dit is, je laatste, is je laatste uitnodiging hier geweest. <laughs> nee, maar Thijs... Het nee, resultaat hebben... vergoedt heel veel. Ja, okay. wij, tuurlijk, en, en zeker in een uitwedstrijd, toch? We, we, nee, maar resultaat... Je hebt voetballiever en best supporter. Maar als echt een supporter... En je hebt gewoon door gedegen voetbal en de ja, maar, omschakeling... Eens. Hij, en, jij, en, jij, en jij staat stijf bovenaan... Thijs, vind je daar de handjes de lucht in? Ja, nee, dat... <laughs> En ik denk voor 90%... Ik, ik heb het één keer anders meegemaakt. Dat was bij FC Groningen. Was, uh, van der Looi was uh, trainer samen met Lekien Le overigens ook. Uh, die was toen assistent. En uh, toen speelde ze best goed. Want ze de beker bijvoorbeeld. Maar er was altijd gezeik over uh, dat, ja. dat het voetbal er niet uitzag. Ja. Dat, 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 ja, ik, uiteindelijk, ik denk als dat jarenlang duurt... dat het dan toch een soort van ergernis op gaat wekken. Nee, maar als jij, <laughs> als jij steeds op plaats 10 en 7... Van 6, dan 6 dan tot 12... En met doodzijd voetbal, dan zeg je jongen, maar dan word ik liever dertiende met ja. leuk voetbal. Ja, ja, ja. Maar ja. als ik gewoon kampioen word en ik, ik win wedstrijd op wedstrijd door middel van gedegen achterin, snelle omschakeling, dan naar, naar, naar 7-8 wedstrijden gaan zeggen, jongen, maar dit is een mooi systeem. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Zo, ze, wachten, ze wachten, we kijken even En Die Rijn geeft, geeft die bal diep, geeft een steekpaas. Ja, op, 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 op die Hawkins. Ja. Nou, die snelt het door, die legt hem terug op kwispel uh, en ze schiet naar ja. de bal achter elkaar in ja, ja, Wat Mony, ja, ja, doen we ja, ja, maar drie ja. keer per wedstrijd, en voor de rest hangen we voor de goal. Ja. En zo, oh, jongens, wat wat een systeem. Ja. Wat een systeem. Ja. Wat is het systeem? Ja. Zo is het zo werkt nou, het wel. Ja. We ja. hebben ja. nog even twee snelle vraagjes voor jou Ernst. Uh, uh, um, van Frank Jans, die wil weten, ernst, wie is de grootste verrassing bij FCM? Wie vind jij de grootste verrassing? Ja, dat is natuurlijk Mulder. Ja, precies. Dat is, dat is ja. een open deur. Ja. En die heeft iedereen verrast. Ja. En uh, ik kreeg zelfs vragen van uh, mensen uit de eredivisie. Ja. Ik zal geen namen noemen. Ja, doe even. Nee, 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 nee. Maar die zeggen van, hey, Edson, die Mulder, wat is dat dan? Ja. En, 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 allemaal, ik, allemaal, ik, allemaal over het hoofd gezien. Ik, ik, als, ik, als ik nu een Eredivisieclub Club was, en ik zag nog een uh, PSV, nog toch? Ik, 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 denk, ik denk bijna, joh, die man die. Die, 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 die straalt zoveel ja, vertrouwen uit. Het gaat wel. zo goed. Het, het enige kleine. Uh, uh, kijk, hoe een klein beetje minpuntje is: ja. het gaat hem zo makkelijk af ja. dat hij soms wel eens lakoniek wordt. Ja, daar hou ik van. Ja, ik ook. Ja, okay. en, 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 maar dat is, kun je nagaan. Hè? Ja. Dat je, en, en, maar dat is ook zijn stijl. Hè? Want dat hoor ik wel van jongens uh, ja. vanuit de HRC en zo. Ja. Dat het gewoon zijn stijl is. En, maar hij pakt ze duels ja. In de bal bezit. Hij is rustig. Uh, wat hij ook schreef natuurlijk vanmorgen. Dat hij altijd voor zich de Rijn heeft. Hij zegt, luister, die is, die is altijd aanspeelbaar. Ja. Dus ik weet dat ik altijd een uitwijkmogelijkheid mm -hmm. heb. Maar hij doet het gewoon heel goed. Ja. Ja, in het begin conditioneel had hij wel even een probleem. Ja, maar dat, dat, we gezien, steelste, dat hebben we gezien bij maar, Cambuur, maar we zijn nu al Maar dat, 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 dat merk je nu ook niks meer van. Nee. En hij is zo kalm en ook heel, heel ontspannen in, in, in interviews. En hij is uh, alsof hij daar echt. Het is echt alsof hij loopt daar een beetje rond alsof Nee, het dan, is gewoon een uh, verrader. Uh, Kijk, ik weet van ervaring dat. Maar dat we, lijkt me, het lijkt me toch verschrikkelijk. Hè, als, je, als je dus zo goed kan voetballen. Ja. Ja, dat je denkt, En dat, dan, moet je, dan moet je toch ook de hele tijd om je heen kijken. En denk jongens, ik ben zoveel beter. Maar waar, 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 waarom speel ik hier bij? bij ja, maar dan heeft hij ook natuurlijk iedereen lopen slapen. Hij heeft ja. natuurlijk de hele jeugdopleiding van Zwolle had hij doorgelopen, ja. las ik. Maar uh, wat vaak het probleem is, tenminste zoals ik het tegenaan kijk. Uh, voetballend heb je echt jongens in de tweede divisie, derde divisie. Die kunnen het niveau makkelijk aan. Ja. Maar vaak is het de, de, het fysiek ja. en de bereidwilligheid om te trainen. He, je moet ook, want het wordt steeds meer een fysieke sport. Ja, ja, He, het ja. wordt steeds meer, je moet fit zijn. Ja. Recovery, fit zijn, bezig zijn, waardes, ja. analyses. Je hebt meer dan, meer dan talent nodig tegenwoordig. Uh, nou ja, maar dat is wel. En, en, ja. en, en. Ja. Maar je, je, je lichaam moet het ook kunnen. Ja. He, ik heb ook vroeger gespeeld met jongens. Nou, die waren qua voetbal waren die gewoon een keer veel beter dan ja. iemand anders ja. binnen ons. Alleen die konden niet die intensiteit. He, dat is ook zo'n mooi woord. Ja, ja. Die intensiteit konden ze niet aan. Dus als zij gewoon volop moesten trainen, na drie vier weken kregen ze een spierfragmentje, ja. ergens anders last. Want het lichaam kon gewoon die intensiteit niet aan. En dat zie je steeds meer. En Van Mulder is natuurlijk wel dat die. Die kan ook die kan, gewoon, ja, duur op dit moment, de intensiteit aan. Alleen, we moeten natuurlijk over een half jaar kijken hoe dan is. Maar volgens Zou mij... Zou nu meteen zijn contract openbreken en, en... Ja, nee, en, maar... En, uh, verdu uh, verdubbelen wat hij krijgt en... <laughs> ja. Het is alles alleen maar om een goede transfersum om niet ja, te, te kunnen ja, vragen. Ja. Dus ik weet niet hoe dat gaat. Pluim van Nico Haak, dat hij dat... Uh, dat moet je dan ook geven uh, uh, dat die dat, uh, van, Of van Nico is, of van de club. Maar die hebben het aangedurfd. En die durven ja. het aan met nou, een de Volgens durven. mij, deze komt wel vrij duidelijk uit, uit de koken nou, van Nico Haak. Lijkt, maar die, de juicht van Paul... Nee, maar dan moet ook nog de club zeggen van... Zullen we het wel doen niet doen? Ja, Nico kent hem natuurlijk vanuit Zwolle, mm -hmm. vanuit de opleiding. Maar net hetzelfde als met Freddy van uh, Quispel. We ja. durven het wel aan. We ja. gaan het gewoon proberen en kijken of de jongens ook het fysiek aan kunnen. Ja. Want dat is natuurlijk altijd het tweede punt. Ja. Voetballen kennen ze allemaal. Ja. Hè, want je ziet ook wel eens ergens uh, in de vierde klas. en denk je die kan voetballen ja ja, ja, die ja denkt ja. van ik ga twee keer trainen in de week en voor de rest koekoek uh, koek, vind ik het allemaal prima ja. en ik weet zeker als ik meer ga trainen ja dan krijg ik fysiek ongemak dat wordt het hem niet nee, nee precies. dat kan ook ja 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 laatste dingetje nog heel kort uh, van Mibero ook wat kan FCM uh, bereiken als dit nog eens een keer gescoord gaat worden ik vind het allemaal wel een beetje we zijn drie weken onderweg ja. of drie wedstrijden onderweg ja. en we hebben dit moet en dat moet en zus moet <laughs> en allemaal ja. hey, We hebben vier puntjes ja en we hebben de redelijke kansen gehad. Ja. Tot nu ook wel een aantal niet. Ja, zeg zelf ook wel. En we ook een hoogst bij expected goals. Of maar wat maar wij, wij zeggen wel, en ik zeg net zo van, er moet wel iets meer gebeuren. Mm -hmm. Maar door de toe zijn we tevreden. Nou ja, en, als we gaan, en als we echt gaan scoren, gaan meedoen. Maar ik ben, het, uh, ben er haast. Uh, het zal me tegenvallen als we geen uh, play-offs halen. Nee, precies. Als ik gezien heb uh, wat er nu uh, gedaan is. Vrijdag naar, uh, naar Utrecht? Ja. ja? Dat een waardeloos Utrecht hè? <laughs> Ik, ik, maar we krijgen voor het eerst, denk ik, een mooi weer thuis. Ja, dat was vorig jaar. Sorry, sorry, sorry. Vorig jaar en het jaar daarvoor. Ik heb alleen daar nog maar met ze heel slecht weer op het. Op het hoe heet het eigenlijk? Maar weer te complex? Uh, Zoudenbalg. Ja, zoiets. Zoutenbalg. Dus, maar dan spelen we weer, hè? Ja. Het ja, ga ik wel vanuit ja. Ja, oh ja, dat is een heel mooi complex. Zie je achter het stadion? altijd hij dat is een mooie ja, ding als ja, nou, ik, ik het vorig jaar met de wie die maakte <laughs> daar toen volgens mij toen in de, de twee 2 en achter in de laatste 3-2 twee, 3-2 twee? La, uiteindelijk in de bestuurdertijd, twee ah, doelpunten met ook was... die maar die kwam aanlopen. en die zie ze op de achtergrond zie je dan zie je dan de golvenwaard ja. uh, liggen. Ah, het is en, en, ook en, slecht. Ik en, en zag hem daar zo kijken zo van oh man, en, en dan sta het, ik hier En toen zei die ben ik daar hartstikke blij voor 256 mannen. Ja, maar de laat maar de utrecht, maar de utrecht kreeg nog kansen toen eigenlijk was het een Stolen overwinning? Uh, ja, of oh, was het de wedstrijd bij Eindhoven? Die, wel verloren we toch? Dat waren we helemaal. Bij Eindhoven verloren. Maar volgens mij Utrecht was niet per se een gestolen overwinning. En die kregen op de dat counter ik... ook nog wel een paar kansen en dat was ook slecht weer. Nou. En dat is echt zo. Van, dan denk ik, zelf, jongens, dan heb je toch een mooi stadion. Wij dan? Ik vind dat wel een leuk stadion, het is gezellig, volle bak, boel Ja, en dan moet jij toch? En dat klinkt heel. veel. En... Moet jij eigenlijk naar een jong Utrecht toe Goed, voor 250 mensen? Waarvan het gros ook nog gewoon uit Emmen komt. Ja. En dan is het echt slecht weer. En je ja. hebt een heel klein tribunetje. Ja. Dus die drinken er dan op. Ja. En dan sta je als je zijn. Dan sta je aan de korte zijde achter het doel. Want dat is je oudvak. Ja. Ja. ja, vreselijk. Ja. Ja, maar ja, toema maar. Maar dat, dat is maar... Ja, weet je... Dat... Ik ben ik bij Jong AZ geweest. En bij Jong AZ hebben ze het wel heel goed voor elkaar. Dat is een leuk dat uh, leuke is leuke leuk daar langs de snelweg. Daar is het wel weer leuk. <laughs> daar langs de snelweg. Ja, dat nee, ja ze, nee, ze, nee, Maar, maar daar heb je wel een achter het nee. En het misschien dat, dat toen was dat het goed weer was. Maar dan, nee, dan, dat is maar wel, dat, wel leuk. Dat is wel beter daar. en, ja. en Daar kun je ook nog een... Uh, een koffie halen en zo. Uh, ik weet niet of dat bij Jong Utrecht... Uh, ik, ben, ik ben eerlijk gezegd nog nooit geweest. Ja, ik... Een ja, keer voor een ik, 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 Uiteindelijk wist ik niet... Wat, ik zat ergens in een ruimte... en bleek uiteindelijk dat persruimte niet te zijn. zag ik in een keer... Uh, oh, René en, uh, en Niels ergens naartoe kwamen. Oh, daar is het. Ja, en een op en koffie een, en een mars. Het voordeel is... <laughs> ze, hebben, ze hebben nog geen wedstrijd gewonnen volgens mij. Volgens mij hebben ze één gelijkspelletje... twee verloren, Jong Utrecht... Dus uh, dan moet je gewoon vrijdagavond drie punten ophalen en dan met gierende banden weer richting een mooie Emmer. Heel goed. Ja, dat klopt, hè. Het is al, Maar het is altijd weer een verrassing tegen wie je speelt, hè? Ja. ja, nee, dat is het lastige van de jongteam. Maar vrijdag is het al gunstig, hè? Ik bedoel, ja. op maandag tref je vaak een beter jongteam dan op, op vrijdag. Dus. Nou ja, daar ga ik het met, 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 met Basje Bum over. Kijk, die. Uh... Ja, die, speelde maand, die speelde op maandag. tegen speelde maandag, zes, zes, eraf. Ja. ja, met Adai. Ja. Volgens mij Van Bommel en die Bredero. Of zo is dat? Ja, ja. nog van Bredero. Ja, 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 die ja, stond in ja, de spits. Ja. Maar luister, elke subtopper van de eredivisie die jongens er bij. Die Zeker. Dus ja, doe ja, ja, maar. Zeker. Mooi. Uh, Ernst, dus dankjewel dat je was. Graag gedaan. Uh, tot gauw weer. William, tot jou ook zo, bedankt. Ja, Joep. yo. Radio Radio De podcast over FCM